En vandaag locatie 3 om te vloggen als ondernemer. Gewoon buiten, op een rustige locatie. Dat laatste is heel belangrijk, want als het druk is, als er veel gebeurt, dan leidt het af van jouw verhaal. Tenzij het iets toevoegt natuurlijk, als jij een evenement buiten wilt laten zien, is het een ander verhaal. Maar anders is het goed om voor een rustige locatie buiten te kiezen. Het moet passen bij jou, bij jouw onderneming. Het moet in ieder geval geen afbreuk doen aan wat jij doet en wat je vertelt. En verder is het belangrijk dat als je buiten filmt, en zeker wanneer je loopt zoals ik nu, dat je rustig loopt. En als je met een selfie stick filmt, is het verstandig om je elleboog in je zij te zetten. Dat zorgt voor een rustiger beeld. Ja, wat ik al zei, zoals bij alle locaties is het heel belangrijk dat het past bij jou en past bij je bedrijf. En dan is buiten dus prima. Waarom niet in de natuur? Rustgevend en zorg wel voor een microfoontje op het moment dat je dus buiten filmt en er is veel wind. Want anders ben je niet te verstaan en dat leidt ook heel erg af.